ben Sabine, ik ben 33 jaar oud. Ik ben luchtverkeersleider bij Area Control hier op Schiphol Oost. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er nog bijzonderheden? Volgens mij moet je naar West. Naar West. Ik heb vroeger veel aan zweefvliegen gedaan en daardoor ben ik in aanraking gekomen zeg maar, met de luchtvaart. Ik heb toen op mijn 19e heb ik voor het eerst de selecties gedaan voor de LVNL. Toen ben ik niet aangenomen. Ben ik iets heel anders gaan doen. En eigenlijk een paar jaar terug dacht ik in één keer van ik ga het gewoon nog een keer proberen. Hey, tijd voor pauze. Hi. Ja. Ik werk op Area Control. Dat is het deel waar we het luchtverkeer boven Nederland zeg maar, begeleiden. Vanaf de landsgrenzen tot een straal van ongeveer 30 kilometer of 50 kilometer eigenlijk om de luchthaven heen. We doen wat meer, we plannen wat meer op de lange termijn het verkeer. We werken gemiddeld tot 15 minuten met een vliegtuig. En dan kunnen we helemaal inschatten van nou, hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk begeleiden door het luchtruim. Delta 248 after circle speed 250, contact approach and frequency 1-1 decimal 2, goodbye. Hier vliegt een vlucht, daaraan hangt een vlaggetje en daar staan eigenlijk alle gegevens in die we nodig hebben. Dit is een vlucht naar Schiphol toe, hij heet Shamrock 604, het is een Airbus 330 en hij komt vanuit Dublin. In dit geval is het niet zo druk, dus hij mag gewoon rechtstreeks naar dit punt vliegen waar hij uiteindelijk de Schiphol TMA binnenvliegt. En dat is het gebied waarin Approach Control werkt en die, die begeleidt hem dan verder voor de landingsbaan. Ja, dat is correct. Descent flight level 200. Dank je. Er zijn een aantal dingen die wel belangrijk zijn. Dat je goed ruimtelijk inzicht hebt. Dat je snel kan schakelen. Het gaat soms in één keer, wordt het soms druk. En dan moet je heel snel bijwerken, zeg maar. Zorgen dat je er bovenop blijft. Je moet goed kunnen samenwerken. We werken altijd in een team. En je moet ook wel een beetje de leiding kunnen hebben over het vliegverkeer. Dus je moet ook wel leidinggevende capaciteit hebben. Ja, we mogen maximaal 22 minuten achter een radarpositie werken. En daarna moeten we minimaal 40 minuten pauze hebben. En in die pauze, ja, wat je in die pauze doet, moet je eigenlijk, dat mag je zelf weten natuurlijk. Maar het is wel fijn om dan even te ontspannen. Je werkt als één team zeg maar, naar een mooi eindresultaat toe. En het eindresultaat dan is het veilig, maar ook efficiënt en milieubewust afhandelen van het vliegverkeer. En als je dat voor elkaar krijgt op een dag dat je denkt van goh, het is druk geweest, maar ik heb het mooi gedaan, dan ja, dat geeft een kick.